Hallo, vandaag gaan we naar een volgend verhaal uit de Griezelbus. En het verhaal heet Het Flatgebouw. Het gaat over een flatgebouw aan de Laak. Woon je daar? Huiver maar. Hé, hey, ja daar! Geloof jij in weerwolven? Huh? Barry kijkt. In de schaduw van het 6 verdieping tellende hoge flatgebouw ziet hij een jongen staan. Hij staat achter een bankje in een plantsoentje. Hij heeft de rode stekeltjes haar, de grote jas, de mouwen hangen over zijn handen, versleten gimpen. Barry heeft hem nog nooit gezien. De jongen knikt. Ja, ik vroeg aan jou of jij in weerwolf gelooft. Barry zegt niets, hij bekijkt de jongen nog eens goed. Een spleet tussen zijn konijnentanden en hij veegt zijn mouw langs zijn neus. Er blijft een glinsterend zilverachtig streep achter op zijn jas. Dat gebaar heeft weinig zin, want op zijn bovenlip verschijnt opnieuw snot. De jongen haalt zijn neus op en het snot wordt weer zijn neusgat terug ingezogen. Barry slikt een keer. Een vies snotjoch dat idiote vragen stelt. Doorlopen, dat is het beste. Maar de jongen gaat pal voor hem staan. Nou? Ja, nou wat? Nou, geloof jij dat ze bestaan? Weerwolven, natuurlijk, ja. Net als de paashaas. Hij wil verder lopen. Maar de jongen pakt zijn mouw beet. Vlug trekt Barry zijn mouw los. Stel je voor dat die viezert snot aan zijn handen heeft. Zeker nu met het coronavirus, je moet er niet aan denken. Ik heb er een gezien, zegt de jongen zachtjes. Ja, ik ook, zucht Barry. In de bioscoop, op een groot filmdoek, weet je wel. Daar kun je weerwolven, vampiers en tegenwoordig ook ontzettend veel zombies zien. Zoveel je maar wilt. De jongen veegt opnieuw zijn jas aan zijn neus af. Hij kijkt naar links en naar rechts. Nee, hier in deze flat. Aan de Laakkade. Daar woont hij en ik weet precies waar. Zeg, heb je geen zakdoek? Vraagt Barry. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar je jas begint aardig te versnotten. De jongen doet of hij niets gehoord heeft. Misschien is dat ook wel zo. Hij draait zich om naar de flat en wijst naar een raam op de 4e verdieping. En daar woont hij. Als je me niet gelooft, moet je zelf gaan kijken. Op zijn balkon vind je de afschuwelijke bewijzen van zijn slachtpartijen. Bewijzen? Wat voor bewijzen? Botten, bloed, gescheurde kledingstukken, de hele mikmak. Je kent dat wel. Barry kijkt omhoog. Een weerwolf in een flat? Je zult er maar wonen. Trouwens, waar maakt hij zich druk om? Hij gelooft die kletskoek toch niet. Barry twijfelt tussen kwaad worden en in lachen uitbarsten. Die gozer is typisch zo'n ventje dat op school altijd in elkaar geslagen wordt. Omdat hij voortdurend probeert interessant te doen. Hij kijkt je aan. Probeert niet te letten op die snottenbel onder zijn neus. Luister, Peter. Goed, luister, Peter. Ik woon al 4 jaar in deze buurt en ik heb nog nooit een weerwolf gezien of er iets over gehoord. Natuurlijk niet, antwoordt Peter. Ze laten zich niet zo gemakkelijk betrappen. Je moet weten waar je op moet letten. Ik woon hier pas een maand. Maar ik had hem al snel in de gaten. Oh ja, Barry merkt dat hij ongewild toch wel
nieuwsgierig wordt. Vanavond doet hij het weer, zegt de jongen. Het is volle maan. Dan komt hij tevoorschijn. Wat ga jij daaraan doen dan? Peter kijkt hem verschrikt aan. Ik? Niets. Ben je gek? Zorgen dat hij me niet te pakken krijgt. Wees jij dus ook maar op je hoede. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Barry stopt zijn handen in zijn zakken. Het begint aardig koud te worden. De zon is al een poosje onder. En het zal niet zo lang meer duren voor het donker is. Zeg, waarom vertel je mij dit eigenlijk allemaal? Jij kent me niet eens. Misschien ben ik die weerwolf wel. Peter schudt zijn hoofd. Jij bent het niet. Want ik weet wie het is. Ik vertel het je om je te waarschuwen. Tot nu toe wil niemand mij geloven. Dat is geen wonder, want ik geloof je eigenlijk ook niet. Peter veegt weer langs zijn neus. Kijkt over zijn neus Barry indringend aan. Oké, kom maar mee. Ik zal het je laten zien. Waar naartoe? Naar de flat van de weerwolf. Dan kun je de bewijzen met eigen ogen zien. Hij is nu niet thuis, dat weet ik zeker. Barry aarzelt. Hij is er half van overtuigd dat die jongen knettergek is. Maar van de andere kant, stel je eens voor dat hij gelijk heeft. Goed dan. Ik heb nog nooit de flat van een weerwolf gezien. Hij loopt achter Peter aan naar de ingang van de flat. Even later staan ze samen in de lift. Peter drukt op het knopje van de vierde verdieping. Waarom wil je eigenlijk zo graag dat ik het geloof? We kennen elkaar niet eens, vraagt Barry. Peter lacht even en veegt zijn neus af. Als ik iemands leven kan redden, zal ik het niet laten. Misschien wil de weerwolf vanavond jou wel te grazen nemen. Maar nu ben je gewaarschuwd. Met een zachte ting stopt de lift. De deur gaat open. Barry deinst verschrikt terug. Vlak voor hem staat een grote man met vierkante schouders, borstelige wenkbrauwen. Even kijkt hij de jongens met een onderzoekende blik aan. Dan stapt hij langs hen heen de lift in en sluit de deur. Barry's hart klopt in zijn keel. Zijn benen voelen slap aan. Hij kijkt naar Peter. Die haalt juist zijn neus op met een snorkend geluid. Ik dacht even, begint Barry. Maar Peter schudt zijn hoofd. Nee, die man die woont aan het einde van de galerij. Vrachtwagenchauffeur, geloof ik. Geen weerwolf. Oh, zegt Barry. Hij voelt dat hij rood wordt. Stom. Een jongen vertelt hem een vreemd verhaal. En meteen denkt hij dat de eerste de beste kerel een weerwolf is. Dadelijk gelooft hij nog echt in die onzin. Peter is de galerij al opgelopen. Waar blijf je nou? Ik kom. Snel gaat Barry achter Peter aan. Die staat inmiddels stil voor de vierde deur op de galerij. Naast de deur is een keukenraam met een gesloten gordijn. Hier is het. Barry leest het naamplaatje op de voordeur. P. Slobovic. Heet hij zo? Is dat de naam van een weerwolf? Peter knikt. Oost-Europese naam, geloof ik, hè? Je weet wel, de Balkan en zo. Daar komen veel meer weerwolven en vampiers voor. Hij probeert door een kier tussen de gordijnen te kijken. Jammer, we kunnen niet zien. Alles zit potdicht. Barry voelt het bloed naar zijn kaken stijgen. Hij heeft sterk het gevoel dat hij vreselijk in de maling genomen wordt. Dat hij er met beide voeten ingetrapt is, maar het is toch geen 1 april. Oké, ik snap het, zegt hij. Nu kun je me niet laten zien dat die weerwolf echt bestaat. Nou, voor mijn part stik je in je eigen rotgeintjes. Peter kijkt hem beledigd aan. Ik maak geen geintjes. Oh nee? Waarom bel je dan niet gewoon aan en vraag je meneer de weerwolf of die zich even kan laten zien? Misschien wil hij wel een foto met handtekening voor ons achterlaten.
Er komt een koude blik in Peters ogen. Hij kijkt naar het keukenraam, dan naar het klapraampje. Het klapraampje staat op een kier. Wacht, zegt hij. Hij klimt op de vensterbank, gaat voorzichtig rechtop staan, doet het klapraam open. Hé, hey, wat ga je doen? Vraagt Barry. Peter veegt zijn neus af. Ik ga naar binnen. Jij wilde bewijzen, nou? Die zul je krijgen. Even later is hij door de kleine opening van het klapraam naar binnen geklommen. Het grote raam zwaait naar buiten open. Triomfantelijk kijkt Peter Barry aan. Tadaa, gelukt, fluitje van een cent. Hij schuift het gordijn opzij en wenkt, kom maar. Barry weet niets anders te doen dan ook maar op die vensterbank te klimmen en Peter te volgen. Even later staan ze beiden op de keukenvloer. Peter trekt het keukenraam dicht en doet het op slot. Luisteren we hem niet veel tijd, het is bijna donker en hij komt over ongeveer een kwartier thuis. Hoe weet je dat? Fluistert Barry. Zijn stem trilt een beetje. Nou, omdat ik hem in de gaten houd. Ik weet wanneer hij van huis weggaat, wanneer hij thuis komt. Kom, we hebben geen tijd te verspillen. Ik weet zeker dat we hier bewijs kunnen vinden. Het is doodstil in het huis. Maar Barry voelt zich niet op zijn gemak. Inbraak is geen dagelijkse bezigheid van hem. Het huis van een weerwolf doorzoeken nog minder. Ze sluipen door de huiskamer. Peter aarzelt niet. Hoewel het behoorlijk donker is in de kamer, loopt hij regelrecht van de keuken door een halletje naar de woonkamer. Hij kent de weg op zijn duimpje. Hij heeft hier vast wel eens eerder ingebroken, denkt Barry. Er is niets bijzonders te zien. De donkere vormen van een bankstel, televisie, een wandkast en een muziekinstallatie. Draaien weerwolf ook muziek? Giechelt Barry. Hij kan daar niets aan doen, maar hij is bloednerveus. Er hangt ook een vreemde, onbekende geur in het huis. Wat ruik ik toch, fluistert hij. In een donker huis ga je vanzelf zachtjes praten. Ook al weet je dat er niemand thuis is. Bloed. Dezelfde geur ruik je ook in een slachthuis. Barry krijgt het plotseling heel erg koud. Het liefst wil hij meteen weg. Hij lijkt wel gek dat hij hier met een onbekende, een jongen met een constante snotstroom, zich heeft laten overhalen om ergens in te breken. Iedereen weet toch dat weerwolven niet bestaan? En als ze wel bestaan, moet je wel geschift zijn om in te breken in het huis van zo'n wezen. Zijn bloed raast door zijn aderen, zijn hart klopt in zijn keel. Daar is de deur naar het balkon, zegt Peter. Kom mee, dan zul je de bewijzen met eigen ogen zien. Hij draait de sleutel om, doet de deur open. Meteen waait er een koude wind in hun gezicht. Het is inmiddels bijna donker buiten. Hoog boven de flat wordt de volle maan langzaam zichtbaar achter een wolk. Peter haalt luid zijn neus op. Moeten voortmaken. Het is bijna weerwolftijd. Eerst ziet Barry niets bijzonders op het balkon. Dan merkt hij de plastic zakken. De plastic vuilniszakken die in een hoek staan. Daar stopt hij de resten van zijn slachtoffers in, zegt Peter. Kijk maar. Hij maakt de plastic binder los. De zak zakt open en voor Barry's voeten. Barry springt met een gil achteruit. Glibberige dingen rollen uit de zak over zijn schoenen. Het witte maanlicht schijnt op de inhoud van de zak. Veren, botjes. Enge dingen die eruit zien als slagersafval. Shit, hijgt Barry. Hij kan het niet geloven. Die botjes, die ingewanden, die moeten van kippen zijn. Net als veren, of van katten, of honden. Maar niet van mensen, zegt Peter. Misschien niet. De veren zijn in elk geval niet van mensen, maar de rest. Wil je nog meer zien? Maak dicht, fluistert Barry. Hij wil niet langer meer naar de gruwelijke inhoud van die vuilniszakken kijken. Peter doet wat hem gevraagd wordt. De
Het spijt me dat ik je dit moest laten zien, maar ik moest je overtuigen. Je hebt nu de bewijzen gezien. Barry voelt zich duizelig. Hij hapt naar frisse lucht en kijkt naar de volle maan die steeds duidelijker zichtbaar wordt achter de wolk. Hoort hij daar in de verte wolvengehuil of is dat een hond? Hij keert zich weer even om naar Peter. Hij wil hier weg. We hebben het recht niet om hier te zijn. Dadelijk komt hij binnen. Peter knikt. Je hebt gelijk. Hij kan elk ogenblik thuiskomen. Vlug gaan ze de kamer in. Peter draait de balkondeur op slot. We kunnen gewoon door de voordeur naar buiten, fluistert hij. Ze lopen naar het halletje. Dan klinken er voetstappen buiten op de galerij. Barry verstijft. Wie is dat? Fluistert hij. Weet ik niet, verhoor je niet. De voetstappen houden stil voor de voordeur. Ze zien een schaduw achter de geribbelde matglazen ruit. Hij is het, piept Barry. De angst stroomt door zijn armen, zijn benen, zijn spieren verslappen. Hij drukt zijn knieën tegen elkaar. Sst, beveelt Peter. Daarna haalt hij luid zijn neus op. Schijn jij eens uit met dat getom, Peter, sist Barry. Dat hoort hij dwars door het glas heen. De gedaante achter de ruit steekt zijn arm uit. Het geluid van een sleutel die in een slot wordt gestoken is hoorbaar. Hij komt naar binnen. We zijn erbij. Barry's ademhaling slaat op hol. Hij hijgt als een hond in de wachtkamer van de dierarts. Hoe kan dat nou, zegt Peter. Hij is veel vroeger dan anders. Er klinkt geen angst in zijn stem, eerder verbazing. Maakt dat nou uit, zegt Barry met een bibberende stem. Misschien loopt jouw horloge wel achter. Of dat van hem loopt voor. Misschien kan een weerwolf wel helemaal geen klok kijken. Nog steeds klinkt het gemol van de sleutel bij het sleutelgat. Dan begint de gedaante achter de deur plotseling te lachen. Ze horen zijn stem. Hij praat tegen zichzelf. Sukkel, is de verkeerde deurman. Geen wonder dat die sleutel niet past. Hard lachend wandelt hij verder naar het huis naast. Dat van de weerwolf. Barry kijkt naar Peter. Hij kan het nauwelijks geloven. Ze zijn gered. Het was de weerwolf niet. Alleen maar iemand die voor de verkeerde deur stond. Peter kijkt Barry aan. Veegt met zijn mouw langs zijn neus. Ik zei het toch. Hij kon er niet zijn. Hij was te vroeg. Proviseert, zegt Barry. Proviseert. Vlucht de trap op, zegt Peter. Met twee treden tegelijk dalen ze de trap af. De trap die naast de liftkoker ligt. 8 trappen voor ze beneden zijn. Maar ze nemen de trap, niet de lift. Want het lampje van de lift komt al omhoog. Barry slaat 3-4 treden tegelijk over. Het is alsof hij de adem van de weerwolf in zijn nek voelt. Op het moment dat hij de hal onder in de flat bereikt, gaat op de 4e verdieping de deur van de lift open. Voetstappen weerkaatsen van de galerij door het trapgat. Barry wacht niet meer af. Hij duwt de deur van het halletje open, holt naar buiten. Met volle teugen zuigt hij de koude nachtlucht op. Kom mee, roept Peter. Achter de flat zijn struiken. Aan de overkant van het grasveld. Als we ons daar verstoppen, kunnen we zijn balkon zien. Meestal gaat hij op het balkon naar de volle maan staan kijken. En dan gebeurt het. Barry aarzelt. Eigenlijk heeft hij voor vandaag wel genoeg gevaarlijke dingen gedaan, vindt hij. Maar hij twijfelt nog steeds. Misschien is het allemaal verbeelding. Misschien heeft hij zich mee laten slepen door de wilde fantasieën van een jongen met een loopneus. Hij wil nu wel eens weten of Peter de waarheid spreekt. Hij knikt. Ze hollen naar de achterkant
van de flat, steken het veld over. Daar is een hoop dicht struikgewas. Ze kruipen erachter en kijken naar boven. Het is nog steeds donker in de vierde woning, op de vierde verdieping. Het hol van de weerwolf. Let goed op, fluistert Peter in Barry's oor. De meeste mensen kunnen de aanblik niet verdragen van een mens die in een weerwolf verandert. Je hoort zijn botten kraken, zijn kaken breken open en hij scheurt uit zijn kleren en er groeien nagels door zijn huid van zijn vingers en zo. Best vies eigenlijk. Barry kijkt naar het balkon op de vierde verdieping. Er gebeurt niets. Duurt het nog lang? Ik zie niets. Er is toch steeds niemand daar volgens mij. Geduld, hijgt Peter. Het kan nu elk moment gebeuren, want de volle maan is doorgebroken. Het is het uur van de weerwolf. Barry kijkt omhoog, naar de flat. De hemel is pikzwart, er is geen wolk meer te zien. De volle maan kijkt als een koud, wit oog op hen neer. In de flat is het nog steeds donker. Barry hoort hoe Peter achter zijn rug steeds zwaarder begint te hijgen. Maar er gebeurt niets. Weet je wat ik denk? Zegt Barry, terwijl hij zich omdraait. Ik denk dat jij een grote kletskous bent. Daar woont helemaal geen weerwolf. Jij... Dan zwijgt Barry verschrikt. Peter zit niet meer achter hem. Hij is verdwenen. Peter? Fluistert Barry. Peter? Waar ben je? Er is geen antwoord. Peter! Er klinkt een bloedstollend gebrul. De struiken gaan van één. Barry denkt dat hij gek wordt. Een grote, behaarde wolvenkop. Met spitse oren. Gele ogen, klauwen, tong hangt uit de muil. Gescheurde kledingstukken zitten tussen zijn kaken. Het beest kijkt Barry aan. Een stortvloed van verschrikkelijke gedachten flitst door Barry's hoofd. Die vent uit de flat. Hij is ons achterna gekomen. Daarom ging het licht niet aan. Hij heeft Peter opgevreten. Peter had gelijk. De weerwolf bestaat. Al die gedachten komen tegelijk. Misschien in minder dan een seconde. Ondertussen blijft hij als versteend naar de kop van de weerwolf staren. En dan ziet hij iets waardoor zijn hart bijna stilstaat. De twee brede neusgaten. In de zwarte snuit. Er loopt een constante stroom van glinsterend snot uit. De weerwolf snuift luid en veegt zijn behaarde poot langs zijn snuit. Op zijn vacht blijft een zilverachtig spoor achter. Ineens is voor Barry alles duidelijk. Hij voelt zichzelf verslappen van angst. Even later lijkt het of het beest grijnst. Nauwelijks verstaanbare onmenselijke klanken komen uit zijn keel. Ik sprak de waarheid, Barry. Er woont echt een weerwolf op de vierde verdieping. Zijn naam is Peter. Peter Slobovich. Wat stom, denkt Barry helemaal verdoofd van angst. Ik had hem naar zijn achternaam moeten vragen. Geen wonder dat hij zo goed de weg in de flat kende. Dan ziet hij de gele ogen, de blikkerende tanden, de glinsterende klauwen. Onder de volle maan klinkt de bloedstollende kreet van de weerwolf. De volgende volle maan is mij niet bekend. Vierde etage, vierde flat opzij, laakkade, vuilniszakken op het balkon. Ik zou eens goed om jezelf heen kijken.